Er was eens, nog maar pas geleden, een hele mooie prinses. Laten we haar Nathalie noemen. Op een dag was Nathalie uitgenodigd om te komen Netflixen en chillen bij een schone prins. Joehoe, zo raak ik eindelijk van straat, juichte Nathalie. Maar toen ze bijna aan het huis van de prins was, begon het te regenen en te waaien. En er was ook veel wind en neerslag en al. Miljaar, ik zie eruit als een verzopen kieken, dacht Nathalie. En ook de prins dacht, wie is dat verzopen kieken voor mijn deur? Maar ik ben het, de prinses. Ja, ja, dacht de prins. Dat zeggen ze allemaal. En hij bedacht een plan. Hij nam de matras van een bed, legde een erfje, legde daar toen 20 matrassen op en nodigde Nathalie uit om daarop te slapen. Mijn eentje of wat? Zei Nathalie beteuterd. De volgende ochtend vroeg de prins of Nathalie goed geslapen had. Ik heb geen oog dicht gedaan, zei Nathalie. Mijn rug doet zeer, mijn nek zit vast. Een of andere zot had precies een ert onder mijn matras gelegd. En toen wist de prins dat Nathalie wel degelijk een prinses was. Want alleen prinsessen kunnen zo moeilijk doen over zoiets klein. En ze leefde nog lang en tamelijk gelukkig.